Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je vertellen welke boeken ik heb gelezen in de maand maart. Ik heb deze maand 5 boeken gelezen en ik ga je gewoon meer informatie geven over deze boeken. En ik ga uiteraard vertellen wat ik van deze boeken vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van maart, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Geef me een kans, geschreven door Stephanie van Mon. Dit boek gaat over Maxime en over Emma. Maxime komt uit een familie waar eigenlijk alleen maar rocksterren in zitten, want zijn vader speelt in de band Full Moon. En hij is eigenlijk de manager van deze band sinds korte tijd. En hij heeft dus een goede vriendin Emma. En ze zijn eigenlijk als het ware samen opgegroeid. En als hij dan de kaart vindt dat Emma gaat trouwen, is hij eigenlijk niet zo goed in zijn humeur. Want eigenlijk is hij stiekem zelf wel heel erg gek op Emma. Maar omdat hij weet dat dit eigenlijk geen optie is, omdat ze eigenlijk met elkaar zijn opgegroeid, heeft hij dat een beetje naar zich neergelegd en moet hij dus naar deze bruiloft toe. Als hij dan ook nog eens contact heeft met Emma, die hem vraagt of hij al een date heeft gevonden voor haar trouwerij, heeft hij eigenlijk zoiets van, ja, maar ik wil eigenlijk helemaal niemand meebrengen, want ik wil überhaupt niet dat jij gaat trouwen. Dan komt er eigenlijk een grote schok voor Emma als haar aanstaande man bekend maakt dat hij helemaal niet met haar wil trouwen. En dat is voor haar dus een hele grote schok. En ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze daarmee aan moet. Want het blijkt ook al vrij snel dat haar inmiddels ex-vriend een andere vrouw in zijn leven heeft. Emma weet op dat moment niet waar ze heen moet en de eerste persoon die ze dan belt is Maxime en die zegt, je komt maar bij mij logeren. Maxime haalt wat spullen op uit het huis waar Emma woonde en als Emma later nog meer spullen nodig heeft, dan komt ze het huis binnen waar ze nog een sleutel van heeft en staan al haar spullen al opgestapeld in de gang en komt ze ook nog eens de nieuwe vriendin van haar ex tegen, want hij heeft er geen gras over laten groeien. Ze wonen zelfs al samen en hij gaat dus met haar trouwen. Emma die is er wel van overtuigd dat ze vrij snel een nieuwe woning wil zoeken, maar ze heeft het eigenlijk wel heel gezellig met Maxime, alleen doordat ze nu ineens weer heel veel tijd met elkaar doorbrengen, komen ze er eigenlijk allebei achter dat ze wel gevoelens voor elkaar hebben. Emma die wil dit absoluut niet, want ze wil niet dat de vriendschap op het spel komt te staan. En ze besluit dan, als ze een kans krijgt om een woning te huren, dit ook meteen te doen, tot ongenoegen van Maxime. Dan is het eigenlijk zo dat Maxime op tournee gaat met de band Full Moon. En als Emma er dan toch echt achter komt dat ze Maxime heel erg mist en er toch eigenlijk wel voor wil gaan, gaat ze op bezoek bij de plek waar ze op tournee zijn. En dit loopt dan totaal uit de hand, want ze treft iets aan wat ze absoluut niet had willen aantreffen. Alleen ze trekt de verkeerde conclusies. Voor haar is het dan ook duidelijk dat ze weer een verkeerde keuze heeft gemaakt, maar ze laat ook Maxime niet meteen het verhaal vertellen hoe het er van zijn kant uitziet. Dit zorgt voor best wel veel wrijving en dat maakt het ook allemaal niet echt makkelijker. Of Emma uiteindelijk Maxime gelooft wat er echt gebeurd is, dat laat ik in het midden. Ik ga natuurlijk ook niet vertellen wat er wel gebeurd is. En of ze uiteindelijk toch een kans hebben om samen te komen, dat is ook een beetje de grote vraag die ik in het midden laat. Ik vond het in ieder geval wel een heel erg leuk boek. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Geef me een reden, ook geschreven door Stephanie van Mon. Dit is eigenlijk een beetje het vervolg op het eerste boek. Dit boek gaat over Vincent. Vincent is het broertje van Maxime en dit boek gaat ook over Olivia. Vincent is eigenlijk echt een beetje een rokkenjager. Hij gaat graag uit, neemt graag meisjes mee naar zijn hotelkamer, want hij is op tournee. En dit is eigenlijk tot groot ongenoegen van zijn familie.
Hij beheerst eigenlijk een beetje de social media kant voor Full Moon. En als er dan wat vreemde berichten binnenkomen, doet hij daar vrij nonchalant over. Alleen de band neemt het heel serieus. Olivia die werkt voor haar vader en hun verzorgen de beveiliging voor Full Moon. Als Olivia dan ook de opdracht krijgt om Vincent nauw in het oog te houden, is ze hier niet blij mee, want ze kunnen eigenlijk totaal niet met elkaar door één deur heen. Ze moet met Vincent uitgaan en ze moet dus ook verdragen dat Vincent met veel meisjes te dealen heeft. En het vreemde is, als Olivia zelf dan een beetje contact maakt met twee mannen, dan is Vincent er als de kippen bij om haar daar weg te halen. Dan gebeurt er eigenlijk iets wat totaal niet goed uitpakt, doordat ze samen optrekken en ze worden gevolgd. Ook de bedreigingen worden steeds erger en dan grijpen de ouders in en die zeggen: jullie blijven allebei op jullie hotelkamer. Jullie mogen onder geen beding meer naar buiten. Dus ze zitten eigenlijk een soort van opgesloten. Ze komen toch een beetje dichter bij elkaar, omdat ze nu eigenlijk in hetzelfde schuitje zitten. En als ze dan ook een hele gezellige avond hebben gehad, neemt Vincent ineens best wel veel afstand van Olivia. Hij probeert haar te ontwijken. Uiteindelijk biedt hij hier ook wel zijn excuses voor aan en geeft hij ook wel aan wat de reden daarachter is. En besluit Vincent, als hij de kans krijgt, om het hotel te verlaten, om een ommetje te gaan maken. En belandt hij dus in een café waar hij iemand ontmoet en daar heeft hij best wel gezellig mee. Dit is trouwens gewoon een man en hij doet in één keer zijn levensverhaal, heeft al wat drank achter de kiezen, dus de woorden vloeien eruit. Als zijn familie hem dan ook niet kan vinden, raken ze natuurlijk helemaal in paniek, omdat Vincent nooit had mogen ontsnappen uit die hotelkamer. Uiteindelijk vinden ze Vincent terug, maar het gevaar is nog steeds niet geweken. Als ze dan eigenlijk eindelijk wat rust vinden, doordat ze naar een ander oord gaan waar ze een vakantie kunnen vieren, komen Olivia en Vincent dichter bij elkaar en besluiten ze toch om het samen te gaan proberen. Echter slaat het noodlot op de vakantiebestemming toch weer toe en komen ze er ook eindelijk achter wie dus degene is die achter Vincent aan is en die hem stalkt. Ik zal uiteraard niet vertellen wie hem stalkt. Het is ook nog wel een beetje de vraag of de relatie deze gebeurtenis overleeft. Dat laat ik ook in het midden. In het begin kwam ik wat moeilijk door dit boek heen, maar uiteindelijk vond ik het toch wel een heel spannend en mooi boek. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Mr. Mayfair en is geschreven door Louisa B. En deze komt uit de Mister-serie en dit is deel 1. Stella, die een van de hoofdpersonen van dit boek, heeft het eigenlijk niet meer als haar vriend tijdens de relatiebreuk aankondigt dat hij met haar beste vriendin gaat trouwen. Ze zijn eigenlijk nog maar kort uit elkaar en ineens valt de trouwenvelop op de mat en weet Stella gewoon niet meer hoe ze het heeft. Want ze dacht echt dat ze goede vriendinnen waren, dus ze snapt niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Des te minder snapt ze waarom ze uitgenodigd is voor deze bruiloft. Ze is ook eigenlijk niet van plan om te gaan en haar goede vriendin staat achter haar en steunt haar hierin. Maar dan komt Beck op haar pad. Beck die heeft een pand in een Londense wijk en hij wil eigenlijk ook het andere deel van dit pand graag kopen. En de man waarvan hij dit pand wil kopen is onbereikbaar. En dan komt Beck erachter dat hij dus op een bruiloft in Schotland zal zijn. Echter is hij voor deze bruiloft niet uitgenodigd en probeert hij er alles aan te doen om met iemand mee te kunnen naar deze bruiloft. Daar komt Stella om de hoek en als hij dit aanbod aan haar doet, is ze ook echt van plan om dit absoluut niet te doen, want ze kent deze man niet. En waarom zou ze met een vreemde naar een bruiloft gaan waar ze überhaupt niet heen wilt? Stella heeft alleen doordat ze met haar ex was, haar droom opgegeven. Want ze was dus ontwerpster in het interieurdesign. En ze richtte dus huis in. En in het land waar ze eerst woonde had ze echt een hele goedlopende
klantenkring. En dat is allemaal weggevallen toen ze verhuisd is. Als ze dan besluit dat ze toch wel naar die bruiloft wil gaan met Beck, geeft ze daar toch een aantal eisen aan. Allereerst wil ze dus, als het hem lukt om dit pand te kopen, de inrichting gaan doen. En daarnaast, als hij meegaat naar deze bruiloft, moet hij meegaan als haar nepdate. Uiteindelijk heeft ze er al vrij snel spijt van, want Stella kan eigenlijk helemaal niet liegen en ze weet eigenlijk niet zo goed of dit allemaal wel goed zou komen. Beck daarentegen zit direct in zijn rol en weet eigenlijk iedereen om zijn vinger te winden. Ze delen wel samen een hotelkamer, maar samen in één bed slapen is voor Stella toch wat te veel. Dus ze besluiten gewoon een muur van kussens te maken, zodat ze niet à la direct naast elkaar liggen. Als ze eenmaal gesetteld zijn in Schotland, wordt Stella dronken en doet ze een poging om Beck te versieren, die hier eigenlijk niet ongevoelig voor is, maar omdat Stella wat drank achter de kiezen heeft, wil hij niet op deze poging ingaan. Maar eigenlijk wil hij toch wel kijken of er met haar meer in zit dan dat, want hij vindt het toch wel een hele leuke vrouw. Dus eigenlijk het fake daten wordt eigenlijk een beetje echt daten. Beck kost het heel veel moeite om met de man die dit gebouw verkoopt in contact te komen. En als het hem dan eindelijk lukt, gaat het ook niet van een lopend van een leien dakje. En gaat Stella hem helpen om te krijgen wat hij wil. Dan komt Stella ook nog eens oog in oog te staan met haar ex, die haar eigenlijk verwijt dat ze op deze bruiloft is gekomen. En weet ze helemaal niet meer hoe ze het heeft. Haar voormalig beste vriendin is nu met haar ex gaat trouwen. Die loopt steeds in haar te prikken van hoe kun je nou deze man aan de haken hebben geslagen. En het is zeker een nepdate. En Stella wordt hier vooral heel onzeker van. En dit loopt allemaal niet zo heel erg vlekkeloos. Of Beck uiteindelijk het pand zal krijgen wat hij wil. En of de relatie ook buiten Schotland stand houdt, dat zal ik niet verklappen. Maar uiteindelijk vond ik het wel een heel erg mooi boek. Waar ik wel van heb genoten. En ik kijk heel erg uit naar de volgende delen. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Zo Goed Als Nieuw. En is geschreven door Petra Vollinga. Dit boek speelt zich af in Nederland. Wat ik zelf altijd heel leuk vind. Alleen je krijgt te maken met meerdere personages. Die uiteindelijk toch weer één kliek worden. En daar moest ik even aan wennen. Het verhaal begint met Tessa. Tessa die blijkt spontaan zwanger te zijn van haar vriend. En die is hier totaal niet blij mee, want hij heeft eigenlijk helemaal geen kinderwens. En Stella is vastbesloten dat ze dit kindje heel graag wil hebben, of het nou met haar partner is of niet. Haar partner probeert best wel zijn best te doen, maar het gaat ook gewoon niet van een leien dakje af. Dan hebben we Annegien. En Annegien is een vrouw die graag naar Afrika wil gaan en besluit om al haar hebben en houden achter te laten en daarheen te gaan. Dus ze begint een verkoop en daar komt Tessa dan weer op af, want die koopt de auto van Annegien. Annegien vindt het toch wel spannend om alleen te gaan en ze besluit om een advertentie te zetten voor een maatje die eventueel met haar mee wil reizen. Daar komt Herman om de hoek kijken. Herman is pas gescheiden en hij woont samen met zijn hondje in een appartementje en daar heeft hij het eigenlijk wel naar zijn zin. En als hij dan die advertentie tegenkomt van Annegien, lijkt hem dat toch wel een heel mooi avontuur wat hij graag zou willen aangaan. Na wat contacten hebben gehad, hebben ze het eigenlijk heel gezellig en besluiten ze om samen deze stap te nemen om naar Afrika te gaan. Annegien geeft hem ook een lijst met dingen die hij moet kopen en daar onder andere staat er op de lijst een rugzak die hij hebben moet. Herman denkt dan, ik kan een nieuwe rugzak kopen, maar ik ga gewoon eens op Marktplaats kijken. Hij vindt de perfecte rugzak en die koopt hij van Jeff. Jeff is een globetrotter en hij heeft eigenlijk jarenlang de wereld rondgereisd, maar is sinds kort weer terug in Nederland. En zodoende verkoopt hij de rugzak aan Herman. Hun gaan dus gewoon samen, zeg maar, op avontuur. En er komt al wel
in het begin van het boek aan te pas dat Annegien een zoon heeft. Die heeft ze destijds geadopteerd met haar toenmalige man. Die is helaas op vrij vroege leeftijd overleden. En Annegien heeft voor het grootste gedeelte de opvoeding zelf gedaan. Totdat Jeff in de puberteit kwam. Hij vond dat zijn moeder hem verstikte en eigenlijk is weggelopen. Deze zoon, dat blijkt dus weer Jeff te zijn. En Jeff die werkt sinds kort in een garage. En daar komt Tessa, want die heeft problemen met haar auto. En Jeff kijkt die auto dan voor haar na. En hij zegt dan nog, ik kom de auto wel naar je terugbrengen. Als hij de auto komt terugbrengen, betekent dat ook dat hij een briefje heeft achtergelaten. Dat hij graag een keer met haar zou willen afspreken. En Tessa vindt dat in eerste instantie best wel spannend, maar ze besluit om het te doen. En dan gooit ze er eigenlijk aan het einde van de date ook nog eens plomp verloren uit dat ze dus een zoontje heeft gekregen. Want de relatie met haar ex heeft helaas geen stand gehouden. Ze staat er dus voor het grootste gedeelte alleen voor. En als Jeff niet meteen positief reageert, gaat ze er ook als een razende vandoor. Want ze wil eigenlijk zijn reactie niet eens meer afwachten. Intussen in Afrika is Annegien gebroken door dat ze eigenlijk haar zoon zo mist. En dat ze eigenlijk helemaal niet weet hoe het met deze jongen gaat. En dan zegt Herman tegen haar, we kunnen hem gewoon opzoeken. Dan zoeken ze hem dus op en dan komen ze een foto tegen van Tessa en Jeff, die inmiddels dus toch een relatie zijn begonnen. Dus Annegien zegt, ja, dat is mijn zoon. En Herman zegt, Hé, die ken ik, daar heb ik de rugzak van gekocht. Ja, zegt Annegien, en dat meisje daarnaast heeft mijn Kia gekocht. Dus eigenlijk komt het verhaal zo helemaal bij elkaar, wat wel heel leuk is. Ik heb natuurlijk de grote delen wel een beetje weggelaten, want er gebeurt nog veel meer. Ik vond het eerst wel een beetje verwarrend om dit boek te lezen, maar uiteindelijk heb ik er toch wel van genoten, omdat het toch wel heel erg leuk zo samenkwam. Dus ik vond het een heel leuk boek. Het laatste boek wat ik heb gelezen is het boek Lekker Niet Perfect en is geschreven door Mirjam Aarts. Dit boek gaat over Nina. Nina woont in een klein dorpje en haar relatie is niet zo lang geleden gestrand. Want haar ex heeft een andere vrouw zwanger gemaakt en ze komt deze twee dus nog regelmatig tegen in het dorp en daar heeft ze best wel veel moeite mee. Ze werkt bij een plaatselijk dorpskrantje, maar ook daar haalt ze eigenlijk niet heel erg veel voldoening mee uit en ze voelt zich eigenlijk totaal niet gelukkig. Als haar vriendin dan tegen haar zegt dat ze misschien een hele nieuwe stap moet heel nieuw begin moet maken buiten het dorp, staat Nina hier eigenlijk wel voor open en is ze vastbesloten dat nieuwe hoofdstuk in de stad Utrecht moet gaan beginnen. Het gaat allemaal niet zo heel erg makkelijk, want ze kan niet zo heel erg makkelijk een huis vinden. Maar toch na een zoektocht vindt ze iemand die een huisgenoot zoekt en besluit ze om de stap te nemen. Eenmaal in Utrecht kan ze zich niet meteen aarden en het probleem is ook nog, ze heeft nog geen nieuwe baan. Ze solliciteert zich suf, maar ze wordt eigenlijk overal afgewezen. Dan kan ze wel een stage krijgen bij een nogal bekend bedrijf en ze hoopt maar als ze die stage doet dat ze uiteindelijk ook nog daar een vaste aanstelling zou kunnen krijgen. Haar baas vindt ze echter een hork en ze kan er eigenlijk niet echt mee overweg en ze voelt zich eigenlijk gewoon nog steeds niet op zijn plek in Utrecht. Als haar huisgenoot dan oppert dat ze maar op Tinder moet gaan en zodat ze ook haar ex kan vergeten, gaat Nina hierin mee, maar dat gaat niet van harte. Eenmaal op Tinder heeft haar huisgenoot een aantal mensen geliked, waaronder dus haar baas, waar ze dus uiteindelijk mee op date gaat. Nou, dit loopt totaal verkeerd af, want haar baas geeft eigenlijk aan dat hij al gek is op iemand anders. En als die persoon hem dan ook op dat moment nog belt, is die ook weg ook. Het wordt heel ongemakkelijk, vooral als het hele bedrijf erachter komt dat Nina verliefd zou zijn op haar baas. Dan krijgt ze een grote opdracht waarvoor ze de vader van de baas moet interviewen, waardoor ze dus een boek zou kunnen gaan schrijven. En dit ziet ze heel erg zitten, want ze wil zelf ook graag haar eigen boek schrijven. Ze krijgt alleen echter helemaal geen informatie van deze man en ze weet niet wat ze ermee moet, want ze kan hier letterlijk niks mee. Als het dan zo uit de hand loopt, besluit ze dan ook maar gewoon om bij dat bedrijf weg te gaan. Want ze is er totaal niet gelukkig en ze heeft eigenlijk een beetje spijt dat ze naar Utrecht is verhuisd.
Dan komt ze een heel klein boekwinkeltje tegen in een steeg waar ze het eigenlijk heel gezellig vindt en waar ze regelmatig even binnen wandelt. En waar ze dus een bekende tegenkomt, namelijk Sam. Die heeft ze ontmoet bij haar, op haar eerste dagen in Utrecht toen ze de Domtoren beklom. Als ook nog eens het grote probleem voordoet dat haar huisgenoot wil samenwonen en haar eigenlijk het huis uitzet, weet Nina niet meer wat ze moet gaan doen. En mag ze komen wonen bij Ellie van de boekwinkel. En daar gaat ze dan ook tijdelijk werken. Ze weet eigenlijk niet hoe ze het perfecte leven wat ze voor zich zag op de rit moet krijgen. Ze begint ook wel weer een beetje te daten, maar dat gaat ook eigenlijk helemaal nergens over. Want het zijn ook allemaal een beetje gladjakkers. Nina voelt zich eigenlijk gewoon heel ongelukkig in Utrecht. Of ze uiteindelijk in Utrecht blijft of te besluiten om terug te gaan naar het dorp waar ze vandaan komt, zal ik in het midden laten. Het boek krijgt uiteindelijk nog wel een hele leuke wending. Dus dat is wel heel leuk. Ik heb wel genoten van dit boek, maar af en toe vond ik Nina ook wel een beetje naïef. En dacht ik ook wel eens van, hoeveel pech kan één persoon hebben? Maar ik kon het in ieder geval, vond ik het een heel leuk boek, omdat het dus ook in Nederland afspeelt en kan ik hem zeker wel aanraden. Dit waren dan mijn gelezen boeken van maart. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij al eens een van deze boeken hebt gelezen. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video interesse hebt gekregen om een van deze boeken te lezen. Ik heb er in ieder geval weer heel erg van genoten. En ik kan ze dus zeker aanraden. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!